Dag vrienden van het buitenstrip vooral. We zitten hier toch weer al eens voor een avondsessie met onze katten, dus ik hoop dat ze niet te veel lawaai maken, voor een integraal te bespreken. En op neef, de vorige was ook al van Van der Steen, is het een Van der Steen-uitgave. Een verhaal eigenlijk dat start in 1965, dat hem weer eens een nieuwe serie bedocht, zal ik maar zeggen, of uitgebracht. En deze keer werd die samengebracht in 4 integraals. In de luxe of in de gewone, je kunt kiezen. En die 4 integraals die gaan allemaal over Beagles. Zie je het? Beagles. Ja. Wie had dan nog gepast dat Beagles nog in een integraal zou komen? Een reeks dat gestart is in 1965 en 21 verhalen uitgebracht. Hoe dat allemaal ontstaan is, en de eerste 6 verhalen, die kun je in deze boek lezen. De eerste integraal van Beagles. En dat je met vandaag is over hem, ik heb er zo wat een groene hemmeken op aangedaan, zei het. Beetje zomers, met een groene boek. Hè, want de Beagles boeken, van, of de Beagles tips, die werden allemaal in het groen uitgegeven. Dus die reeks was allemaal een kleur, hè, in Van der Steen. Je had dan de oranje van Safari en zo. Hè, en ja, de purper van Robert en Bertrand. Het is allemaal zo'n beetje zijn eigen kleur. Hè. Rood Rieder, dat waren de blauw in het begin. Beagles had dat dus ook. Hè. In 1965 is dat ontstaan. Wil dat lezen dus allemaal in het dossier. Maar wil ik eens even zien, is dat er toch iets in kleur in. Het? Want voor de rest is het allemaal zwart-wit. Stoort dat? Nee, dat stoort niet. Ik vond dat toch niet. Hè. Natuurlijk, in het aantrekt gezien, het dossier is wij schitterend. Hè, van de eerste, wie zit er wij achter? Ja, dat kunnen niet even. David Steenhuizen en zijn ploeg hebben wel allemaal in goede banen gelaat. En het eerste stuk, ja, is dat David Steenhuizen van bovenop. Of moet ik David zeggen? Ik weet het niet. Ja, het is wel schitterend, hè. Hij vertelt dus wel heel veel alles waar rond die reeks zich afspeelt. Of wat er allemaal mee gebeurd is en zo. Dat staat er allemaal in. Hoe is dat dan gekomen? Wel, in 1965 krijg je hem dus het aanbod van wat was dat Neusblad, geloof ik? Allee, dat, ja, zo je toch? Ik zei, ik zuste me wel, want Neusblad stond nou, is dat allemaal in een pot nat gaan zetten. Hè. Maar toen was dat nog het Neusblad tegen het volk op. Hè. En dan kreeg het aanbod van een neef stripverhaal te maken. Hè, in de gazette zetten. En dat weer dan Beagles. Op die moment kwam ook Mark Sleen. Na het Neusblad. He, dat staat er ook allemaal in. Hier zitten ze met twee bijeen. Zie je het? 1965, Mark Sleen kwam over van het volk naar het Neusblad. Dat was die zijn beste dag niet, hè? Ah, nee, want het volk zei, hele manneke, ga meteen nog een opzicht doen van Draamunt, hè? Maar die deed dat niet, hè? Maar dus, die mocht dus geen nero uitbrengen gedurende die Draamunt. Jammer, maar helaas. Dus, wat deze slim, gelijk als ze zijn, zei ze mochten dus de Sleenhovia van Nero in die Draamunt. En die weer gemokt de Wirl. Wirl, die dat gekend als Willy van der Steen en Karel Verscheuren. Die hadden nog zo onder die naam van alles uitgebracht. Dus onze vriend Wirl, die mochten dan die Nero. Hè? Hè? Goed gebedocht eigenlijk. Hè? Het volk was ruim voor de moeite. Maar goed, ga zo gepaasd doen. Maar ja, onze vriend van der Steen vond dat niet zo plezant, want hij kreeg er een conculega bij. In de gazet. Maar nee, die mannen kwamen eigenlijk goed overeen. Dat was ook goed afgesproken wat hij nou waarschijnlijk. Hè. Dus ja, al krijg je dan toch ook een ding bij hè, van die Beagles. Hè. Wacht, dan zei dat ik niet alles. Nee, ja. Voilà. Dus op die ogenblik had eigenlijk Van der Steen, Suske en Wiske, Karel Meij, de Rode Ridder, in allemaal in die. Want die moesten volk aan de wagen laven, hè, Van der Steen. Ja, die zat dan met Frank Sils en Edouard Rob en Karel Verscheuren, die moesten allemaal tekenen. Hè. Er kwam er Beagles nog bij. Dus die mannen hadden werk genoeg, maar hij moest wel zorgen dat die ook werk blijven hebben, natuurlijk. Hè. En dat lukte ook. Hè. Ja, ik heb al wel verteld, maar hoe is nou die Beagles, waarom komt hem nou eigenlijk op die Beagles op? Wel, die Beagles die bestond al heel lang, hè? Die niet eigenlijk Beaglesworth, moeten zeggen van achter, hè? Als het woord met de huisjes is in het Engels Beaglesworth. Ja, dus die bestond al heel lang, die was gemokt door W.E. Jones, moet ik zeggen dat ik het juist zeg. Dat was eigenlijk zelf ook een piloot en een schraver. En die mocht in 1935 uit een James Beaglesworth uitgevonden.
Ja, dat was dus eigenlijk. Dat was een beetje de Engelse piloot met het superioriteitsgevoel. Die mannen nemen dat zo wat, die Britten, hè? Die dat dus in al die kolonies ook zaten. Dus daar kwam dat zo een beetje van. Dus niet echt racisme, hè? Het was wel superieur, want dat zou nou helemaal niet pakken natuurlijk. Maar zo dat superioriteitsgevoel. En Biggles van Karel van Verscheuren, en van Verscheuren dat ook aan mij, moest eens krabben. En Van der Steen, die pakt eigenlijk het stuk op van wanneer als Biggles een vliegende detective Schotland Yard is geworden in die boeken, hè, van die Jones, want dat schuift zo een beetje op. Die had heel veel succes, die Jones, dus daarom, dat stuk komt eigenlijk ook in de stripverhalen. Hè, dat hem dus eigenlijk die detective is, de vliegende detective van Schotland Yard. En hij heeft ook een paar vrienden daarin, mensen die dat hem helpen. He, dan heb je, dat is Algie en Ginger, ze weet, kom ik daar nog maar eens op terug, en Birthday, maar Birthday die komt er nog niet direct in. Hè. De bedoeling was eigenlijk van een realistische reeks te maken, en in die realistische reeks zit niet zo heel veel humor. Dat moeten we wel zeggen, maar dat was ook niet de bedoeling. Alleen die Ginger met een rosse kop, zo, die brengt er soms wel eens een keer wat een plezante uit in, maar toch... Dat is niet de bedoeling. Dus in deze dingen staan er dus de eerste zes verhalen. En dan komen er 21 verhalen in vier. Het Engels kan wel gezegd. In het Verre Oosten, in de jungle, in India, de onbekende piloot, in de Orient, en in de Arabie. In Arabië. Die ligt heel de wereld rond. Je zult ze beter wel zien als we er eens gaan leren zijn. Voor de rest, ja, het ding is hier gewoon natuurlijk. Het dossier, was dat er nog in? Ja, dat er heel veel Biggelsen zijn gekomen, hè, later. Dus er zijn ook nog heel veel andere stripverhalen gekomen. Eerst hadden we bijvoorbeeld een hardcover, waar dat de eerste twee verhalen bij je in stonden. Ook nog eens uitgegeven door Standaard. Maar ook, ja, gelijk in de Susken en Wisken, dat is gestaan, allemaal teruggevonden bij David Steenhuizen. Dat zit er helemaal in. Zie je dat? En dan de eerste zes boeken, hoe dat ze er vroeger uit zagen, en dan nog iets over de vleegtogen. Dat komt er ook in, bladzijde 16. Welke vleegtogen hebben er nou allemaal in dat verhaal meegespeeld? Of in die verhalen, zie je het? Dan staat dat per verhaal staat in welk soort van vleegtogen. Dat voor de mensen die zijn geïnteresseerd zijn, heel interessant. Hè? We beginnen met het Verre Oosten. In het Verre Oosten. Heel vers, hè? Maar dat is dus het eerste verhaal van Biggles. En daar leren we dat Ginger, zo'n kameraad, die Rosso, dus, die niet eigenlijk Hebblethwaite. Spreek dat eens een keer uit, zeg dat eigenlijk is het verhaal uit. Hè. Dus hebben ze er maar Ginger van gemokt, omdat hij een rosse kop had. Hè. Dat is ook Ginger. Hè. En dan komt hem ook met Captain Algernon Lacey. Dat wordt dan Lacey, dat wordt dan Algie. Dat is ook nog een kameraad. En in dat verhaal komt terug vuil aksen. Hè. Dat begint terug. Sinds, op, dat is al dik zo'n schip dat in brand, dat helemaal ontploft. En ik moet wel zeggen, mannen, dat vallen... Je merkt Christen, ze beginnen met vuil, maar ze stoppen met waardig. Want dan worden er vuil in vermoord en dan gaan er vuil in dood. Ze vallen gelijk als vliegen. Gelijk als vliegen vallen ze tegen de grond. Dus je moet gewoon tegen een stootje kunnen, want daar vallen vuil dood in. Vuil doe je niet. Dus Biggles die is eigenlijk gestationeerd in Hongkong, even Schotland Yard. Dat is een Britse kroonkolonie, zoals ze dat zo schoon zeggen. Je moet soms nog wel eens naar beneden zien. En dan wordt ze naar overal uitgezonden. En nee, in dit verhaal is dat dus naar de Oriënt. Naar het Oosten, ja. Het Verre Oosten, naar Burma bijvoorbeeld. Hè. Burma, nou is dat Myanmar zeker, hè, maar vroeger was dat Burma. En ik zeg het, hè, de dooien, ja, die vallen al van het eerste blad. Het is scheten en doen. Hè. Wat dat dus ook van plan waren in die boeken. Wacht, misschien staat er hier iets van in. Hé, zeg ze wat. Ze waren van plan van een bek is een ander bladschik in te hebben. Zie je dat? Zo is het met een in en een rond dingetje dat bouw. Dat was rap gedaan. Zo, hè. Dat was gewoon voor de eerste boek, maar daarna was dat gedaan. Terug naar de gewone bladschik. Dat was dus in het Verre Oosten. Dan komen we in verhaal 2. Wacht even, hè. In de jungle, zie je dat? In de jungle, ja, dat zei vanzelf. Hè. Wel, hij is op verlof in Mexico City. Nou, die moet eigenlijk, dan is het precies een van het onderwijs, die had meer verlof als ze hem sterken. Ik moet eigenlijk zeggen, in de jungle,
Dat was hem dus op verlof in Mexico City. En bekam elk een boek begint, Wiggles is op verlof, Wiggles is op verlof. Die moet altijd uitrusten als hem zo'n een zwaar opdracht had moeten doen. Hè. Dus nu is hem in Mexico City. Hè. En wat zit hem dat te doen? Wel, hij moet dat op zoek naar de tijger. En de tijger, dat is geen beest. Hè. Nee, dat is een bandiet. Een leider van een bandieten in Honduras. Dus hè, hop, wij beginnen direct te vechten, hè, want ik zeg het, ze wachten niet. Hè. Altijd maar vechten en dooien. Hè. In Honduras is dat. Hè. Dan zitten ze bij in Honduras. Ook een tof verhaal. Die verhalen zijn altijd goos. Maar ik zeg het, hè, vuil aksen, vuil gevochten, met allemaal gruwelijke beesten erin, en spinnenkoppen en wat weet ik allemaal. Verhaal draag, ze gaan naar India. Naar India. En hij is in vakantie, wij, hè. Nee, hij ziet hem ze. Hier ligt hem ze, zie je dit? Daar ligt hem. En hij is in vakantie in Hongkong deze keer. Nou, hij moet dus naar Schotland razen, want daar is weer dit gebeurd. Hij krijgt weer een opdracht dat hij naar daar moet. En via Schotland komt hij dan in Delhi. In Delhi, dat is de hoofdstad hè, van India, hè, want hij moet naar India, zie je dit? En daar gaat hij dan naartoe. Vuil erg mooi in dingen in India. Ook ja, ziektes en laakverbrandingen en wat weet ik allemaal. Het is allemaal misère trouvel, ik zal het maar zo zeggen, in India. Maar wij gewoon verhalen, gewoon getekend, moet het zeggen, gelijk als die zegt. Dan schiet het er, wij gewoon dood. En dan komt hem in deel 4, is de onbekende piloot. Zie je dat? Dat is die piloot die onbekend is. Hè? Maar hij is wij, allee, verhoud. Biggles wordt bijgenaamd Biggles, is op vakantie. Hij verblijft op vakantie in Londen. Dat is toch juist. Ja, in Schotland. En dan moet hij naar Schotland. En daar gaat de boek nog wat vakantie pakken, maar dat duurt niet lang. Want hij moet een onderzoek voeren naar een neergestort vliegtuig. En in de vliegtuig zit nog uranium in. Ja, dat is natuurlijk niet voor te lachen. Hè. Er springt een kat van de dingen. Hij komt via Londen in Oostenrijk terecht, in Berg. Oven. En dat staat op een papiertje ergens, dat hem dus naar Berghoven moet. En daar, dat is een boodschap bij je. En daar gaat hem dan naartoe. En dan komt hij van alles tegen. Ze hebben de ene dooie naar de andere. En dan gaan we, kijk, dus schiet er op tenen, dat moet niet veel luivers. En dan komt hem in deel 5 in de Oriënt. In de Oriënt, hij is in vakantie. Is hem toch niet vakantie? Zo? Ja. Hij is weer in vakantie in Tokio. He, hij zit daar in Tokio, nog eens, hij is op vakantie. En hij komt daar met een bevriende RAF-piloot terecht. En die zijn verloofde is ontvoerd. Ja, dan af de Biggles niet tegen. He. Dus die gaat hij natuurlijk helpen. Zo komt hij in Calcutta terecht, in Maleisië, in India. Allee, hij zit wij in de Oriënt. In de Oriënt. Dus wij met vuil Japanezen en wat weet ik allemaal. En met vuil dooien en vechten. En goede verhalen. Hè. En de vuil vliegtuigen, dat had ik al gezegd. En het beste deel nou is in Arabië. In Arabië, is hem in vakantie? Nee, deze keer is hem niet in Arabië. Maar met die Biggles raast het dus heel de wereld rond. Hè. Hij is niet in Arabië, maar ze vinden een luik in de Amsterdamse grachten. En als je in Amsterdam zit, dan weet je dat het met drugs te maken heeft. Dus inderdaad, dat is te maken met een drugsonderzoek. En Biggles wordt daarbij betrokken. Hè. En zo gaat hem naar Jemen en naar de Arabische woestijn. Dus je leert wel wat van de wereld, hè, als je dat leest. Pas op, ik had dat nog nooit niet gelezen, Biggles. Hè. Vroeger, ik had ook die boeken niet. Ik moet zeggen, ik dacht, hier is wat wit, maar het stoort absoluut niet. En die verhalen zijn gewoon... Het is gewoon getekend en ik heb er maar al serieus mee geamuseerd. Met al die dooien is dat niet zo plezant. Hè. Ik wil ze dan niet opzoeken, hè, want het is niet plezant. Maar je vindt er wel af en toe een detailfout in. Maar dat kan niet kwaad, want ze hebben niet gedaan, gelijk als bij Roald Dahl, dat ze alles gaan veranderen. Ze hebben gewoon alles gepakt, gelijk als het er stond. Ze hebben niks veranderd, wat minder van de steen, in vaten verbeterd en dergelijke meer. Voilà. Dat was dus de Eastern Integral van Biggles. Ik heb nog geen spaat van dat gekocht, hè, want eigenlijk was dat voor mij een ontdekking. Zo, nog veel plezier met de rest van de dag, zou ik zeggen. En tot de volgende vlog.